Dankzij Miss Bouwman werden invaliden gehandicapten. De emancipatie van deze groep was voor haar een drijfveer om in 1962 bij te dragen aan de actie Open het Dorp. In 2011 sprak RTV Arnhem haar en keken we terug met haar op die tijd. Mevrouw Bouwman, toen u 50 jaar geleden hier begon, wat was uw visie eigenlijk? Hoe had u gedacht dat het zou gaan worden? Nou, ik was totaal geïnformeerd door dokter Klapwijk, van wie het idee was, hè. En die heeft me meegenomen naar de Johanna Stichting hier. En we hebben hier rondgewandeld tussen die prachtige bomen. En toen werd ik, net zoals zij, gegrepen door het idee, er moet een dorp komen voor gehandicapten. En vanaf dat moment spraken we ook over gehandicapten, terwijl heel Nederland, en dat bedoel ik niet verwijtend hoor, maar sprak over invaliden, hè? Dat was het woord. En ouders schaamden zich daar een beetje voor en hielden die kinderen of langzaam volwassenen binnen. En of brachten ze naar inrichtingen. Nou, Klapwijk had daar genoeg van gezien. En die is ook in de hele wereld gaan kijken. En ja, die kwam toen met dat idee. En het is een overtuigende man, hoor. Ik bedoel, als iemand zo in iets gelooft, dan ga ik mee. Dat is heel lastig voor mijn omgeving, maar dan ga ik mee, ja. En hoe blikt u nou op die 50 jaar terug? Nou, ik heb zo'n gelukkig en blij gevoel ook weer vandaag. Dat is trouwens iedere keer als ik hier kom. Maar bij zo'n jubileum komt dan alles een beetje boven. Helemaal niet georganiseerd in mijn hoofd. Dus de flitsen komen er voorbij. Nou ja, het is ongelooflijk hoe mensen hier gelukkig zijn. Gewoon net zoals wij soms gelukkig zijn en soms niet. Het is een heel gewoon dorp eigenlijk. Maar ja, de mogelijkheden voor de gehandicapten in dit dorp worden zo groot. En dat vind ik ook zo iets moois. En dat stemt me geweldig dankbaar dat ze het niet zo gelaten hebben. Maar dat ze werkelijk met de tijd meegaan. En die tijd die kent geen grenzen. Hè? Dat is, nou ga maar kijken wat voor apparatuur hier alleen al staat die makkelijk te bedienen is. Ja, en wat is de grootste verandering die u heeft gezien? Nou, dit dus. Gehandicapten hebben hier een paar dagen in mogen wonen. Of gaan dat nog doen, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar die kunnen dus gewoon hun op- en aanmerkingen maken. Wat ze missen, wat ze fantastisch vinden, wat ze niks vinden. Ja, dat kan allemaal en dat wordt aangepast. Zodat de idealen, maar in ieder geval zo groot mogelijk ideale woning voor hun ontwikkeld wordt. Bouwman overleed deze maandag op 88-jarige leeftijd.